Ome Joop. Hey, Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Sneltesten op de hoek. Ja. Ik speel maar door één ding tegelijk, hoor. Ik denk dat een van de grootste drijfveren van mijn cabaretcarrière is dat ik het onderweg zijn, het Circus Joep, vind ik gewoon ontzettend leuk. Ik vind gewoon de club met wie ik ben en het naar Middelburg gaan en naar Leeuwarden gaan en daar in hotels slapen en met de jongens 's avonds eten en lachen en goede show maken, dat is sowieso belangrijk. Joep gaat hier, verder geen last van, die kan gewoon de deur dicht. Dan heb ik het zelf. Ja, dus gaan we dit gebruiken? Nee, oké. Okay. Dat is het belangrijkste van de hele raad. Dit huisje, dat sinds een jaar hebben we dat. Er woonde altijd een hele lieve oude buurvrouw die op 94-jarige leeftijd vorig jaar is overleden. En de familie, het was eigenlijk een zomerhuisje wat bij dit huis hoorde. En het mocht niet meer bewoond worden. Dus daar bood ze ons te koop aan. Het was laatst een mooie plek om te gaan schrijven. En het is ook een mooie plek om eens een keer andere dingen te doen. En nou ja, dit is zo'n club mensen met wie ik al jaren werk. Ton Scherpenzeel, Ton Snijders, Rens van der Zalm. Ik dacht, als nou eens gewoon niet in een studio's, die heeft allemaal regels en dan moet je zo later weer uit en dan s'avonds laat. Dat was nou eens gewoon in de sfeer waarin ik leef, als we het daar nou eens doen. Nou, dat stelde ik aan de jongens voor. Iedereen vond het een leuk idee en dan blijkt achteraf dat het huisje ook nog een hele goede akoestiek heeft. Dus dit wordt hierna gewoon een hele beroemde studio. Hier gaat iedereen. Gaat hier opnemen. Ja, die wordt gewoon qua entourage. Hoor je af en toe een vogeltje buiten? Ja, dat is fijn. En dat die MIDI werkt, dat is helemaal fijn in één keer. Voor zekerheid. Dan, voor alle backing vocals. Ja. Dit is gewoon, was gewoon mijn idee om de liedjes vast te leggen. En die komen dan op Spotify en het is meer om ze een keer goed op te nemen voor in de studio met goede orkestband. Gewoon echt meer om ze te bewaren voor de geschiedenis. Ik wil sterven in het harnas, het liefst bij jou in bed. Ik vertel jou een klein grapje en jij huilt tranen van de pret. Sterven in het harnas, take one. Verzuipen in een hele stille zee. Of terwijl ik zit te eten, dat moet met mijn familie zijn. Bij het heffen van de glazen, mooie glazen, dure wijn. Als één keer, hij ziet de bal. Je dood? Vanaf 84. Ja, precies, maar dan. Ja, vanaf 1984 kwam ik hem tegen in een platenstudio. Waar ik toen de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP opnam. En hij was daar studiomuzikant, hij speelde mee en hij is de man van Kajak en van de popmuziek. En ik wilde wel een beetje uit het cabaretpianootje, ik wilde er wel een beetje uit. Dus zo raakten we in gesprek. En toen zei hij, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk om daar eens aan mee te werken. En toen was Joep net bezig met zijn eerste soloprogramma. Hij zegt, zou jij willen proberen om muziek te schrijven voor dat programma? Ik had nog nooit op Nederlandse teksten muziek geschreven, maar ik zeg, ja, leuk, laat ik het maar proberen. En toen zijn we wat gaan demoen en uiteindelijk
ja, dat is het begin geweest van alles. En zo is hij eigenlijk mijn vaste huiscomponist en goede vriend. En hij maakt gewoon al mijn muziek bij alles wat ik doe en wat ik maak. En ook als ik een toneelstukje maak en er komt een muziekje onder, dan bel ik Ton. Ton doet altijd, en dat doet hij, ja, ik vind dat hij geweldige muziek maakt. Mooie dan. Nee, nou, even daar. Yes. Even los. Van je af. En even die ruzies bijleggen. Ja, er is wel een hele vriendschappelijke sfeer ook. Dat heb je natuurlijk ook wel gemerkt in de opnames. We hebben natuurlijk na zoveel jaar niet veel meer nodig om te communiceren. Je hebt gewoon ieder je eigen manier om dingen duidelijk te maken. En ja, dat weten we van elkaar en dat waarderen we van elkaar. Dus het klikt gewoon. En ik ben heel happy in deze relatie. En ik fluister iets liefs in je vragende oor. En laat je hoofd zachtjes stom. Want ik wil met je ver, ik wil met je door, dwars door de wereld heen rol. Ik speel dan eens dat dit. Ja, eigenlijk is het S, het is puur S. Het is puur S over S. Tweede keer, ja. Dus voor het te laat is, omhoog met je kop en de kleur van de hond met je bons. Hoog, ja. Hoog, Sammy. Ja. Eén keer goed spelen en dan is hij, hebben we hem, hè? Ja. Want ik wil met je ver, ik wil met je door, dwars door de wereld heen rood. Laten we stoppen met zuren, mijn lief, en domweg de liefde bedrijven. Joep is veel kleiner gaan zingen. Hè? De opzet was ook, nou ja, kijk, live is de muziek ook klein. Hè? Als we niet met het combo of een bandje spelen, dan is het Rens alleen. Nou ja, akoestische gitaar, dat is dan de basis van de meeste liedjes. Dat is al klein. Maar Joep heeft de neiging om live wat meer tekeer te gaan. Harder te gaan zingen en hij heeft dat nu echt gas teruggenomen en dat is de performance echt ten goede gekomen. Het is veel dichter bij zichzelf gebleven. Ik heb al mijn oude nummers al eens gehoord. Hey, nou, dit moet er een beetje uit. Ja, dat is live of zo. Ja, ik vind deze op. Het enige inzetje van het tweede coupletje met het lach tussen ons. Maar dat is minim. Lunchje doen we aan de zaakvleugel. We kennen elkaar goed en Rens doet vanaf 1995 doet hij mee. Ton vanaf 2000, Ton Snijders. Nou ja, Anne die het opneemt, dat is mijn geluidstechnicus, die is er vanaf 87 is die erbij. Het is zo'n club met jongens met wie ik jaren ben, ja. Maar ik kom nooit aan kijken. Zit je twee kwast tussen, toch? Ja. Er zijn aantal nieuwe liedjes, zeker vier nieuwe liedjes en de rest zijn liedjes die ik al eerder in programma's heb gezongen. Ik had er 29 en ik heb ze door Ton laten kiezen, een beetje op muzikaliteit, want Ton moet die plaat, dan kijkt hij een beetje naar tempi en naar toonhoogte, dus een plaat moet niet een te... Nou, hebben we hebben nog even gekeken over één nummer. Daar was ik toch niet zo blij mee. En dat begreep je ook, dat hebben we nog veranderd. En zo, ja, in overleg met z'n tweeën. Maar dat is sowieso, hè, wat je het wel met als je IQ dan wordt het ook. Moet jij contact hebben met scherpe cello? Nee? Hij voelt graag.
Dat doe ik graag hoor. Ik had echt mijn twijfels. Het idee speelt al heel lang, maar het idee, het kwam ook nooit van de grond. We hadden liedjes liggen en Joep druk, ik druk. Zijn shows gingen natuurlijk voor en er bleef nooit tijd over om het uiteindelijk aan te pakken. En toen kwam corona en toen dacht Joep volgens mij, hey, wat moeten we nu? Dus toen is hij dat idee weer gaan oppakken en toen belde hij me op. Hij zegt, we gaan toch die plaat nu doen. Ik zei, nou prima, maar we gaan het wel in Bergen doen. Ik denk van, oh, daar staat geen piano, althans geen vleugel. Er staat niks eigenlijk. Het is een mooie ruimte en een prachtige locatie. Maar ja, er staat verder niks. Alles moest zeg maar er neergezet worden, opnameapparatuur. Veel hout, klinkt altijd goed. Dus, de techniek is in werking gezet. En veel heen en weer gebel en gemail en gedoe. Uiteindelijk kwam er een opnameapparatuur te staan en we zijn begonnen en het klinkt als een klok. In het coupletje, vierde coupletje, staat ik weet wat de waarheid is in die zong. Wie weet wat de waarheid is? Ja, daar komt ie. Wie weet wat de waarheid is, de klap of toch de zoen. Ik ga de kamer verleggen. We gaan de kamer verleggen. Hij mag uit. Het gebeurt ook in een leuke sfeer en dan wordt hij thuis gegeten en gelachen en gedronken. En een paar jongens blijven slapen omdat die ver weg wonen. Dus het is voor de sfeer is het goed. En alle extra's die je nog wil doen, die kan je doen. Ja. Je hebt hier de 7 man in een huisje. Op een doos, de auto draait. Kijk, ach, je ziet ze zo van lopen. Het schuim in de stad vraagt voorzichtig om een euro. Staat daarbij de Albert Heijn. Een euro voor een biertje of een fles goedkope wijn. Met z'n allen op een bankje. Lege flessen om hen heen, met z'n allen, maar verschrikkelijk alleen. Altijd wat en altijd dorst. Ja, zo gaan ze door de zomer, of door 7 graden vorst. Door de herfstige regen, door de hagel en de sneeuw. Hij murmelt en mompelt soms een zucht, soms een schreeuw. Hij schijnt ergens te slapen. Hij moet iets, iedere nacht. Hij schijnt ergens te slapen, daar waar niemand op hem wacht. Drinken, nog een blik, nog een fles. Drinken, na nog eentje. Met wie ik altijd al een keer een liedje wilde zingen was Janne Sra. En die heb ik een briefje geschreven of zij dat wil. En dat wilde ze. Ik ben een groot, al vanaf Room 11 ben ik een groot liefhebber van haar werk. En ik ken haar solo werk ook en de plaat die ze gemaakt heeft met de teksten van Vassalis, die vind ik prachtig. En ik vind haar stem geweldig. Hoi. Hey. Oh, hoi. Hallo. Dit is En ik ken haar een heel klein beetje en ik vind het een hele aardige dame. Dat scheelt bij mij ook altijd heel veel, of ik iemand leuk vind. En dat is Rens en dat is Tom. Ja. Die heb je al gesproken. Ja, oh ja. Ja, en er wordt gegeten en wordt gegeten. Ja, dat is helemaal vet. Nee, serieus. Ik sta in de waar kinderkamer. Is het dan helemaal... Nee. Ja, er is ook nog een studio van gemaakt. Maar is het dan helemaal dof gemaakt of is het gewoon... Ja, nou ja. Gaan zo even kijken. In 2007 of 2008 kreeg ik met
Room 11 kreeg ik kregen wij een zilveren harp. En toen, toen kreeg je van de organisatie kreeg je eerst een lijst van allemaal mensen die je kon uitkiezen om het uit te reiken, zeg maar. En dan gingen we daar een filmpje mee maken. Maar toen kreeg ik die lijst. Er stonden ook heel veel mensen op die al dood waren, zeg maar. En toen op een gegeven moment zag ik Joep en dacht ik, ja, dat lijkt me leuk. Hier ga jij zitten. Jij zingt en ik zing in het kamertje hiernaast. Hoe ik me heb al? Ja. Ik zei letterlijk, ik zoek iemand die zingt als Janne Schra. En ik heb maar één iemand die zingt als Janne Schra, dat is Janne Schra zelf. Dat was mijn briefje. En ik schreef het en ik dacht, ja, het beroemde nee heb ik, ja kan ik krijgen. En toen kwam er een paar dagen, ja, dat vind ik wel leuk. Er is altijd wel een meisje, ergens heel diep in je hoofd. Er is altijd wel een meisje. Er is altijd wel een meisje en zij houdt je op de been. Het meisje uit je droom, ze laat je nooit alleen. En jij blijft de jongen. En jij blijft de jongen, okay. Zolang als dat nog kan. Jongen, nog lang geen oude man. Hij wilde een stem bij dat liedje wat dromerig is en een soort verlangen weergeeft, zeg maar. En ja, hij vond Janne een perfecte stem daarvoor hebben. Ik denk dat hij goed staat op de hoogte van die mooie man bij Janne. Dit stukje is voor mij. Nee? Oké, sorry. Hey, ja. Laatst even, Anne, ik heb geen Janne op mijn... Koptelefoon. Komt eraan. Waar jongen? Ja? Nu zie jij ineens. Jongen, dat wil ik alleen maar goed doen. Ja. Joep, heb jij ook de volgorde van wie wat zingt omgedraaid? Nee, het eerste deel. Ik zing het eerste couplet. Janne zingt het tweede couplet. Oh. Ik zing het derde couplet. Oh. En Janne zingt het. We hebben alleen qua tekst even die. Ik dacht dat het één. Dat jij de eerste twee deed en Janne de laatste twee. Nee, die hebben toch niet afgesproken? Ja, mag wel. Nee, het maakt mij niet uit, maar het is... Het is nu echt een bejaardenhuis. Ja, ze worden een beetje nerveus. Het is gewoon, Ik had het liedje liggen en ik heb haar gevraagd of zij dat... het heb ik er nog zelfs een coupletje aan toegevoegd omdat het een beetje kort was. En ik wou er iets langer horen. Er is altijd... Wel een meisje, ook al ben je nog zo oud. En ben je ziens gelukkig, en blijf je getrouwd. Ja, moet jij niet zelf dat punt maken? Anders, ik weet niet, ik vind het zonde als die laatste zin... daarvoor vind ik niet zo erg als het door elkaar loopt, maar die laatste... Misschien moet je die zelf doen. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oh ja, dit is echt... Dat soort van grommen wat hij dan zo grom zingen. Toen dacht ik, oh ja, maar dat past dat wel bij mijn stem of zo? En toen was ik even benieuwd naar, omdat ik ook wel wat zachter zing. En zei hij, nee, dat vind ik ook tof, want ik wil ook zachter zingen. En ik wil dat jij zingt zoals je zingt. Dat vind ik altijd heel prettig als ik dat mag doen. Er is altijd wel een meisje dat heel prachtig naar je lacht. Ze praat je hart aan flarden, of ze fluistert zoend zacht. Of jij blijft jong, zolang als dat nog kan. Die jongen. Ik vind het echt een groot verschil. Want ik vind ook echt ook de sfeer met deze muzikanten samenstelling. En het is heel romantisch of zo, of heel... Echt of zo, ik vind het heel tof. Ik denk dat ik het eindje van de vorige net iets beter vond. Net iets beter van samenvallen. Even luisteren. Er is altijd wel een meisje, ze geeft kleur aan je bestaan. Ze lacht zich door je leven, daardoor kan je het weer.
heb eerst het liedje opgestuurd en gevraagd of de toonsoort goed was. We hebben hem een toon lager gezet dan de oorspronkelijke versie. En ja, het is een heel mooi, dromerig, verlangend liedje geworden. Ik denk dat ik gewoon die tweede het beste vond. Beter dan deze. In het algemeen, ja. Ja, leuk om dit te gaan doen. Ja, leuk. Ja. En ook voor de plaat even op een gegeven moment. Even lucht, ja. 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 Zijn we nou weer de enige die al aan het werk zijn? Nee. De rest is allemaal. Je ziet hoe het gaat, hè. Het is altijd hetzelfde. Naar de allerverste oren, in het zuiden, in het noorden. Ik wil verder dan Parijs. Geef me 100 nieuwe kansen. Laat me juichen in de sneeuw. Juichen en ook dansen. Dansen, dus ik schreeuw. Ik wil enkel maar die knal. Zonder doden en gewonden. Wakker worden, wakker worden, anders is het leven zonde. Al dat hebben en dat houden, al dat alles is van mij. Wakker worden, wakker worden, er is weer een jaar voorbij. En ik heb nu weer Matangi, heb ik er weer bij gehaald. Dat is de groep waar ik al vaker mee gewerkt heb. Dat zijn ook een soort vrienden. Tempo, 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 want straks ben je oud en ziek. Wakker worden, ik wil enkel maar muziek. Alleen het beginnetje zijn lastig te timen, geloof ik, hè? Ja, van ja. De eerste. Ja, net iets voordat Joep de een zingt. In maat 13 dat hij iets breder mag. Ja, dat kan. Ja. Ik vind het prachtig om zo'n nummer, die nummers uit te arrangeren voor strijkers. Want ja, ik schrijf graag voor strijkers. En nou ja, het Matangi Quartet is fantastisch. Het zijn fantastische muzikanten. Dus het is puur luxe. Dus voor deze plaat hebben we voor 4 nummers weer hun hulp ingeroepen. Ik hoor ook in maat 10, als we toch bezig zijn. Even checken, ja. Ja, ja. Alle blinden, alle go. Ja, kaartjeboord. Nee, dat is gewoon niet goed. Ja. Ik doe dan voorstel van die en die nummers zou ik graag met strijkkwartet willen hebben. En dan zegt Joep, ja prima, doe maar. En dus ik ga thuis aan de gang en ik begin te schrijven en te spelen tot het naar mijn zin is. Terwijl hij roept, oh God is goed. Is God een hindoe of een moslim? Of is God rooms-katholiek? Wie gaat mij dat hier vertellen? Is jouw God beter of juist ziek? Is God een wit of een zwart? Is God een Indo of Chinees? Is God een man of juist een man? Heet hij Truus of niet zijn Kees? Ik heb gesproken met een God en die heeft mij heel goed gehoord. Ik zei, wil je de wereld redden? Ik ben altijd blij dat ik niet voor een heel orkest hoef te schrijven. Want dan denk ik van, oh, klopt het wel? Heb ik het aantal maten wel goed? En kloppen de nootjes wel? En goed, met Matangi, met z'n vieren is te overzien. Als daar een nootje verkeerd is geschreven, dan is het gauw hersteld. En bovendien zijn ze zelf al, ze zien sneller in het arrangement als er iets fout zit dan ik. Dus dat pakken ze prachtig op. Volgens mij zijn de broodjes. Ja, ik heb het al gezien. Ja. Blauwe, blauwe,
Het was zo ongelooflijk mooi, net. Het komt een beetje, als je zo van buiten komt, je komt net bij de slager vandaan. Het is echt zo mooi. Nou, allemaal uit het kleine huisje. Is zwaar vervuild, er wordt gejankt, er wordt gehuild. Het is een radeloze tijd, de jeugd die lijkt zijn toekomst kwijt. Maar toch, en toch, en toch, en toch, en toch, en toch, en toch. Gezicht. Ik blijf geloven in de vogels die nog vliegen. Ik blijf geloven, ik blijf geloven in het licht. Die laatste twee achtstes van de maat. Die weer binden. Ah, ja. Ja. Alleen de eerste twee, oké. Okay. Ja. Ik ken hun kwaliteiten. Ik kan natuurlijk al aardig inschatten of iets werkt van tevoren of niet. Bovendien, je hebt momenteel natuurlijk de luxe met computer dat je het kan uitproberen. Je kan iets suggereren wat heel erg op een strijkkwartet lijkt. Dus als er echt verkeerde dingen in zitten, dan merk ik dat gauw genoeg. Ja, ik heb een experimentje in 3 octaven. Even kijken of dat lekker klinkt. In maat 4, 5, 6, 27. Heb je die ta dan? Ik sta niet in opname. Echt zo ta dan. Wil je die in boogjes? In boogjes, ja. Ja. 47. Nou, het senior gaat naar maar 52 dan. Ja. Toch? Senior is 52. Vladivostok, Kopenhagen en Florence. Het is echt van alle steden, allemaal heel weinig kans. Het zijn opgejaagde dieren, met hun niet te lessen dorst. Niks te leven, niks te vieren, er wordt enkel maar gemorst. Drinken, drinken, dronken, drinken. Nog een blikje, nog een fles. Drinken, drinken, dronken, drinken. Dan nog eentje, dan nog zes. Nou, ik vind het altijd weer een belevenis om te merken hoe die nootjes die je geschreven hebt, dat die ineens klinken door een strijkkwartet. Het blijft gewoon, hoe vaker je het al gedaan hebt, het blijft gewoon iedere keer weer, ja. Dat gaat je hart echt open, dat heb ik echt, vind ik prachtig. Na al die mensen in de stad, wat nu op pagina 2 staat, zou het teruggaan naar, ach waar gaan die mensen heen? Dat zou je dan herhalen, of niet? Dus dat al die mensen, dat, ach, je ziet ze zo vaak zo. Gewoon dit wordt het liefst. Dan sla je een heel compleet haal eruit. Ja. Vind jij jammer? Nou, het kan wel, maar dan eindig je op een heel raar moment in de muziek. Eindig je op dit, hè? Ja. Nou ja, we kunnen dan het gewoon het compleet nog achteraan doen. Ja, en dan slaan we gewoon het B-stukje over en dan gaan we gelijk naar het einde, zeg maar. We slaan gewoon dan een B-couplet over. En dan naar Lange Dag, of niet? Zou je dat willen? Kan dat? Dat zou kunnen. Dat zou ja, kunnen. Lange Dag. Ja, Lange Dag. Ja, maar ik vind het toch wel mooi als dat... Oké, okay, voor 2 keer. Top. Nou, dan zijn er 2 mensen in de stad. Ja. Lange Dag. Al die mensen in de stad. Dat kan ook. Laten we dat doen. Ja. Niet meer. Nee. Ja. Huilen, tranen, mayonaise, klagen over hun malaise. Dan weer dit en dan weer dat. Al die mensen in de stad. Al die mensen in de stad. Enkel eten, enkel shoppen. Proppen, 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 proppen.
Ze kijken mat, elke ochtend te vroeg wakker. Op hun werk, dom gejakker. In hun leven zit de klad. Al die mensen in de stad. Het is wel heel mooi zo. Jezus. Chef tekst. Hij zei dat. Ja. Ik vind het een goed woord. Wel. Dit was take 2. Ik wil nog zo vaak op reis, echt om nooit meer terug te keren. Geef mij gebakken peren, dat is alles wat ik eis. Laat me modderen en kloten, met een stok of met een kruk. Ik ga door zeven sloten en blijf zoeken naar geluk. We zijn vandaag de laatste dubs aan het doen. He, dus niet, we hebben niet alles kunnen doen in Bergen. Sommige dingen, een gitaartje overdubben of een accordeon of een basje. Of drums komt er ook bij, slagwerk. Dat was wat lastig te doen in Bergen. Om technische redenen. En hebben we gekozen om dat bij Ton Snijders af te maken. En die heeft een prima studio daarvoor. En Ton gaat het ook mixen. En het kan afgemaakt worden. Dan alles jou steeds wordt vergroot. Terwijl maar rond, oh God is goed. Is God een hindoe of een moslim? Of is God rooms-katholiek? Wie gaat mij dat u verdienen? Yes, was goed, Ruud. Je bedoelt eerst akkoord? Nee. Ja, eerst de noot. Ik heb nu alleen niet, merk net, niet ritmisch gespeeld. Nee, dat... Hadden jullie ook al gehoord? Ja. Ja, we zijn niet helemaal... tevreden, ik zie het. Ja, Rens? Dat, hè? Dat denk ik eerder, ja. Ja, precies. God is goed, is God een hindoe of een moslim? Of je rijdt, dus zijn die strijkers daar. Is God een wit of een zwart? Zijn van het zwaar? Ja. Is God een Indo of Chinees? Is God een man of juist een man? Heet hij thuis of heet zijn kees? En dan word je omgelegd. Dus je moet dan wel beloven dat je dit nooit op aarde zegt. Broodjes! Joep van Dijk liedje is eigenlijk vrij simpel. Het gaat over dingen die gewoon met de wereld te maken hebben. Dus de liefde, de eenzaamheid, de dood, het leven. Het leven voor de dood. Wat doen we hier? Stel je niet aan, doe normaal. Dat zijn bij mij een beetje de thema's. En heb een beetje mededogen. Hier zit een nummer in. Heb een beetje mededogen met de zwervers op de straat. Snap ze, begrijp ze. En wees trots dat jij niet zo geworden bent. Of trots, of wees blij dat je niet zo geworden bent. Dan moet je opletten hoe lang ik erover doe. Nee, dat doe jij heel snel. Kijk, hier, dat bedoel ik. Ik heb zoveel accordeon in mijn hoofd.
accordeon helemaal wel weet. Voor het te laat is, omhoog met je kop. En het goud van de zon kleurt je blond. Maar ik vind het altijd wel prettig om anderen te laten kiezen, omdat ik zelf nooit te dicht op mijn werk wil zitten. Ik maak het werk en dan, je krijgt vaak als mensen, als je enorm erop zelf, ja dat moet. Dat doe ik eigenlijk ook als men bijvoorbeeld een oudejaarsconferentie is opgenomen. Dan geef ik de laatste regie of de laatste, hoe het op tv komt of ook bij een plaat. Dat geef ik mensen gewoon uit handen. En het goud van de zon kleurt je brons. Ja, de romantiek van het artiestenbestaan, dat vind ik al heel leuk. Ik hou van die jongens en ik hou van die club en mijn kinderen moeten ook altijd lachen dat ik ze nog altijd jongens noem, want we zijn natuurlijk inmiddels allemaal oude mannen, maar dat maakt niet uit.